Ik zou zeggen, welkom in elk geval. En ook voor al diegenen die waarschijnlijk nog gaan komen. Want in totaal zijn we vandaag in 60 man ingeschreven. Dat is dus een onverhoopt succes. Onze Sven heeft al over gezegd en onze Leo. Iedereen heeft waarschijnlijk een vrouw dat je de gazet gelezen. En dan is onze Megiet, onze voorzitter, onze decaan, zijn mailbox ontploft en zijn telefoon doen. Dus dat betekent dat we al nog eens op neef kunnen beginnen in het najaar. Maar vandaag hebben we dus het genoegen om les te krijgen van onze nierendecaan. Ja, je weet een faculteit aan toe van een faculteit slaan een decaan. En de nierendecaan, dat is onze Marcel. Ik denk niet dat ik die aan iemand moet voorstellen. Ik denk dat iedereen die wel kent hier in Mechelen. Dat is een van de monumenten van Mechelen, een toekomstige monument in Mechelen noemen. Zeg, ik denk dat we die als binnen zo binnen een jaar of 20, en we die moeten op sterk water zetten en ergens op een plek opkomen. Dat is alle genoeg de grote met, dat al die ietsen dat kunnen einden verwazen, dat is de manier van het Mechel. Marcel, ik ga het niet langer nu meer houden. Ik geef het woord. Veel plezier, dames en heren. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Je weet wanneer dat de volgende lessen zijn. En dan, ik weet nog niet dat een diploma gaat doodtelen, maar je gaat in elk geval hier krijgen dat geen gewist zijn. Want gelijk als dat er in de gazet staat, worden je geen examens afnemen, dan worden er ook geen ondervragingen gedaan, dus je krijgt een getoogschrift dat je de lessen van Mechels hebt gevolgd. En daarmee zit je dan officieel Mechels spreker. Voilà. Succes. Beste Mechelaars en Mechelassen. En nee, die niet van Mechelen zijn, die kunnen er ook niet aan doen. Hè. Maar voor al hier te beginnen, zou ik iemand jullie in herinnering brengen. 2 jaar geleden, geloof ik, was onze ouderdomsdeken, de Leo Lepage. Die is lang heel flink geweest, is bijna 90 jaar, als ik een beetje zeg het. Die is in november gestorven. En ik ben er zeker van dat die anders daar had gezeten van vuil. Leo, waar dat goed zit, of dat je het hoort of niet, bedankt voor de schoen babbeltje die met hij onderweg kwam, die regelmatig in de stad tegen. En dan waren we beiden over vreugd, natuurlijk, op zijn makkers. En dat makkers gaan we vandaag wat aanscherpen. En we gaan dat niet meer doen, gelijk 2 jaar geleden. Dan zijn we begonnen met grammatica en uitspraak. En zelfs mee geleerd wordt syntaxis. Je weet allemaal de kern van het makkers spreken. En dat herhaal ik dat je dat in alles een kop in krijgt. Nooit of nooit een letter H, een A aanblazen. Je hebt nog altijd slechte gisten en ik kan niet zeggen waar, maar die makkers graven en dan mijn hars. Een hars kennen we niet in het makker. Dus dat zie je niet. Nooit een mes uitspreken. Nooit niet. Zelfs niet in samenspreken. Een O wordt een O. En een O wordt een O. Spreken van schoen, schoonie, in plaats van schoon, schoonie. We kunnen het, maar we doen het niet. De I en de E wisselen we ook. En I wordt E en E wordt I. We zeggen meer, meer, in plaats van meer, meer. Dus we kunnen het, we doen het niet. Dus die toon altijd verkeerd. Zo zijn er nog een aantal dingen die typisch zijn voor het makkelijk, die je moet om tafel. Nooit geen 2 klanken gebroken. Nooit niet spreken in Mechelen van een boom of een buum. Nee, dat is een boom. Punt, hoort je dat? Een boom. En dan maar nog één keer juist. Dus dan eten. Nooit niet mug doen in Mechelen. Nooit niet, hoor je dat? Daar is niemand niet. Er komt nooit niet. Dat is een nummerontkenning. Ik weet niet hoe dat grammatisch is, maar dat zijn we geleerd in de hand. Dat is invloed van, ik weet niet, van het Frans of van het Frans, dat weet ik. Er is niemand niet, er is wel iemand. Dat zijn kenmerken. En dan nog één keer juist, dat vind ik niet plezant, hè, als ik dat spreek in dialect. Dat zijn die tussenletters. En letters weglaten. Wegmoefelen, niet ontspreken. Heb jij het?
Niet een pijl, hè. Het mag wel dat je pijl zeggen. Die zijn naar buiten, hè. Die zijn op ja. Rrrr, is weg. Hoe geeft het wel puit? En zitten met letters boven. Ze zeggen, een nap. Het is een ap. Nee, waarom maken we dat nap van? Een nap. Twee appen. Dan is die nap ineens die ap geworden. Dat is een lettersbaan. Tussen letters, verdoofspraak. En dan hebben we een hoop curieuze woorden. En ik kan vragen dat je die woorden kent. Dan kan ik iets testen, hoewel dat makkelijk dat ik niet. Wat is een taai? Een hond, proficiat. Ik heb dat eens gevraagd langs de radio, een paar jaar geleden. En dat daar kwijt je een keer deur van iemand dat wist. En een kleine hond, dat is een taai. Als je dat tegen mensen van Oud-Gent of Brugge zegt, die weten niet waarover dat gaat. Wie kent er dat wel? Een oud bij jou. En nou bij jou, iedereen kent dat, of durf ik niet zeggen, want het is een beestbouw, hè. Als kinderen dat gebruikten vroeger, als ik mijn vroegere kind geweest, dan moest ik achteraf mijn mond spuilen met zoutwater, hè. Dat is een achterwerp, en nou bij jou. De kanjam, met een ander paar maanden. De kanjam is 14 dagen. Dat is het Frans. En dat is een stukje sociale geschiedenis. Want je moet weten dat op veel plaatsen, zeker met de kast van alle mannen vroeger, dan spreek ik van vuilen is ten oude in de taart van mijn grootvader, he. Die kroegen kinderen trouwens. Dan weer het werkvolk per 14 dagen betaald. En dat was paar kazen in het Mekkers per kazen. In die periode van de betalen, mijn grootmoeder, Bomma, die ook nog gekend is, die zei, en de 15e is kanjam. Dus kanjam weer het feit van betalen, hè. Dus dat was overdracht. Een ander woord dat ik ook geschreven heb, dat is een woord dat ook, dat is samentrekken. Samentrekken van woorden. Ik heb gezegd, we zitten er zo'n tas en letter voor, maar we laten ook eten weg. We spreken nooit die as niet uit. Dan krijg je ook curieuze dingen. Wat is dat, hé? Wat is dat daar? Zij gaat. Maar die dat zij gaat. Zij heeft het gehad. Dat heeft niks met gatten zijn en niks met zaak. Dat is een vervulde werk. Van een werk was een vervulde werk. Zij gaat. Dus je ziet hoe dat we vijf lettergrepen in Mechelen naar twee lettergrepen brengen. Hé. Ze lachen. Ze was gevallen. Daar kunnen we dat ook in. En ze kunnen ook vuil beelden, maar ik ga dat allemaal niet uitleggen. En maar dus waar zijn dat grote artiesten in. Ik wil het over die werkwoorden. Het schoonste werkwoord is een onderspit. Maar dat ga ik niet verwogen, dat moet je zelf doen. Dat brengt mij, als je dat met ons zou schraven, dat je vuil meer op een blad papier krijgt. Ah, dan profaat begint zo te doen. En ook, als je deze spelling gebruikt, dat je vuil rapper geschraft. Dus je doet ook winst in tot, dat is zagen, of zagen, is vuil rapper geschreven dat hij heeft gehad. Dus zie niet wat de profaat dat je doet. Dus allemaal de makkelijkste spelling aanleggen. En dan is er nog één. Als je die taal gebruikt, je spaart niet alleen dat, het schraven. Je spaart ook dat in het spreken. Dat betekent dat je in dezelfde taal in zoveel kunt zeggen. En dat is een twijfel of een tip dat ik geef. En alle madammen, als ze dan twee meiden zijn, ga niet daarin, ga wel met mannen. Dat ze makkelijk spreken, kunnen ze wel meer zeggen. Ik heb niet aan het zoeken geweest, maar ik ga dat vandaag niet doen, omdat dat is afdwalen. Je hebt ook schoon makkelijk zootrukkingen, zo van babbelen, la meiden en kwaad spreken. Ik hoor het nog in mijn oren, vanuit mijn kinderjaar.
ga voor Chamel. Ja. Ja, ken het? Is het gebruikt groeit tegennemen? Nee, ah, nee, daar hebben ze niet zin. Of een stuk daarna. Ja, ja. Dat waren van die schoen uitdrukkingen. En dan heb ik nog onlangs gezegd, dat is een hoopje niet hoor, dat Mechelen of het Mechels een wereldtaal is. Je moet Mechels kunnen om alle andere talen te leren. Ik kan geen voorbeelden geven, want dan ben ik grammatica aan het doen. Maar ik las nog een paar dagen terug in een wetenschappelijk tijdschrift van een Waalse professor, een Franstalige Waalse professor, die een ongelukkig is omdat het Waals uitsterft, het dialect, het echt Waals. Dat is niet Frans dat Waals, hè. Dat is Waals, dat is een totaal andere taal, maar wel een Romaanse taal. Want schrijft hij, in het Nederlands, het dialect le toe om gemakkelijker een vreemde taal te leren. Dat is al jaren geleden ook gepubliceerd, ik heb die knipsels bijgehouden. Want waarom is dialect een bron van kunde en kennis? Omdat dialectsprekers tweetalig grootgebracht worden. Ik ben tweetalig grootgebracht. Heel mijn familie, en ik ben niet beschomd voor dat te zeggen mensen, maar mijn vuilrouders met mijn tanden, al mijn kloetjes volle grote vortjes van de dijk, die spraken plat, meggers, zelfs de resistieve gevrieden, wollen spraken ook meggers, hè. Dus plat, meggers. En dan kom ik eerst in het lager onderwijs, dan weer beschaafd meggers gesproken. Laten we zo zeggen, in plaats van mieren werd daar muurzakers gezegd. Zo gelacht aan mij. Dat is echt gebeurd, ik heb mijn leraar gekend, die sprak van de muurzakers. Ja, kom ik in dat en neer. Toen met dokter Robert Roemans, met zijn baard, die heeft iemand Roemans nog gekend, hè? Maar jonge mensen. Roemans, die was zelfs dokter, hij moest er keuren Nederlands praten. En dan heb ik Nederlands geleerd. Dus met Mechels als basis komt er weg. En in het Mechels zitten van alle talen hoor, je moet dat maar nagaan. Je vindt Franse woorden, je vindt Duitse woorden, maar je vindt nog één. En je moet er goed opletten en je gaat dat constateren dat dat juist is. Je vindt dat puur Latijn in. En dan stel ik me de vraag, directeur, heb je de Romanen in Mechelen uit de taal geleerd? Of in mijn ballen Mechelen uit de taal geleerd? Ik kijk er wel, dat moet niet moeilijk maken. Venster. Is puur Latijn, hè? In het Latijn is venster, in het Frans venederen, taal Frans venster. Venster, als je zegt, tegenover klaren doet de venster toe, dan spreekt hij dat Latijn tegen. Oh. Is er nog, daar zijn boeken over, ik ken die toch over veel woorden, tegen dat het een poort is, hoe kan het, wat klopt, enzovoort. Dus, Mechels, rakentaal. Raak aan woorden, typische woorden, raak aan vormen en woordenschat. Maar ik ga vandaag het helemaal anders doen. Want alleen dialect is weinig. Ik ga een wandeling maken. Een wandeling door het leven van de moderne Mechelaar. Wallen. Alles zijn allemaal modaal makkelijk, denk ik toch. En dat deed in het geleerd worden, de kringloop des levens. Of anders, van de weg tot in het graf. En ik ga mijn stoel nemen. Het leven van een mens begint met de geboorte. Buiten geboorte zit er niet, en je niet zit er wel. Met de dood zit er, en je niet zit er niet. Dus dat is een fenomeen, dat is zo. Dus je eet een geboorte, men begint met een zwangerschap. Nou, in het Mechels hebben we dat wel waar, hè.
te zeggen dat iemand zwanger is. Ik heb ze niet opgeschreven, ik ken ze niet allemaal van boten, maar het zijn allemaal woorden dat geen koeren gebroken. Hè. Ik spreek hier niet van makkers of boeken van de 17e eeuw, nee, of maanomgeving. Mijn vader was van 1893, mijn moeder van 1899. Dus ik had tantes en onkels die ook allemaal vrij oud waren. Ik ben een aantal mensen, ik zou zo zeggen. Ik ben geboren als niemand verwachtte dat er nog een kind ging komen. En dat was mijn kind nog. Maar wij gaan op zwanger in Mechelen, uitdrukkingen. Een meske is in possessie. Ze is in verwachting. Ze is in blauwe verwachting. Ze verwacht familie. Hoe ontminder deftig. Ze had het zitten. Ze is aan het sparen. Ze komt verrood in het leven. Een verdoekenbrek. Dat is een visuele uitdrukking. Ze komt verrood in het leven. Het is weer al vandaag. Ze is tegen de hoek van een ronde tafel gelopen. Ze zit vol. Ze heeft een biesje in haar oor laten zetten. Of simpelweg, dat is nog het gunste, ze gaat een kind kopen. Dus allemaal, voor te zeggen, mijn vrouw of mijn lief is in verwachting. Maar om dat kind kunnen te kopen, moet je steeds tonen. En excuseer de woorden die ik gebruik, in de volkswoorden, moet ik het koppen eerst gaan poepen hebben. Of op andere makkers, dat ik ook gehoord heb, vouwen. Kittek. En ik heb zelfs ooit iemand in Mechelen het woord vossenhoeren gebroken. Ja, ik merk dat ze dat kennen. Zo meteen kunnen buiten vossen dan poepen, dat is ook zo. Ja, en als je dan zo'n jong poppetje had, he, dan buik nou nog een poppetje van 17, 18 jaar die mutten traven uit een bank. Dan zijn ze vreugde in de gebeuren. Dan aan mij, ze zullen rap met raakadijen gaan. Ik zei, mijn vrouw knikken. He, het waren nog kadijen en ze kochten al een ander kind. Zwangerschap. Vreugde, he. Nou nog, he. Zeker in bepaalde culturen. Bij ons zijn wat vrouwen. Nou toch, vroeger niet in een tas. Als ik 15, 16 jaar was, of nog zelfs ouder, zwangerschap zit vol mysteries. Valt er nou nog, hè? Nou, alle de mysteries. Hè. En die mysteries, die kennen me nog. Hè. Ik herinner me nog die verhalen. Ik had een broergroep die wel ouder was en een zuster. Ja, dan mocht het allemaal niet horen, maar kinderen horen en alles als ze niet moesten horen. Dat ging hem over de curieuze goestingen, hè. De curieuze goestingen en dan weder verteld dat een vrouw die in verwachting was, dat je moest voldoen aan die goestingen. Als die goestingen in december van jaarbeizen tijd, en dan moest je zijn dat je een jaarbeizen erop te neerik, wat zit er mee ergens? En dus dat was allemaal mogelijk in dat weer tussen vrouwen. Maar niet tussen. En dan was dat een echte vrouwenaangelegenheid. Ik was zeker 17 jaar of 18 jaar voordat ik gewoon wist hoe het spelen niet zat. En dan had ik twee vriendinnetjes. En die moest me dan oorleggen, want toch, daar werd niet over gesproken. Hè. En in school ook niet, nog in de natanij, nog in een gemeente schouden. En een vrouw die in verwachting was, die mocht kinderlijke dingen zijn. Nou, dat is moeilijk, hè. Die mocht zo'n tertere vriendin zijn, hè. Die mocht kinderlijke dingen zijn. Of lelijke dingen waren, excuseer het woord, maar waren gehandicapten, hè. Dat waren lelijke dingen, hè. Dat mocht die niet zijn, want het idee was dat dat kind zou kunnen gehandicapt zijn. Dat had allemaal geleerde namen. En mijn vader, hoe pletten om in de spiegel te zijn, hè? Dat was ook niet altijd gewoon. Hè. En sommige mensen, zij zijn niet in de spiegel, dat niks met lelijke dingen te zijn, maar dat was eigenlijk de overdag. De kerk was dat tegen dat je in de spiegel zou zijn.
In de bevalling, die gebeurde gewoon echt los. Nou, dat ook tussen daar nog, hé. Dat is verdien, dat is jaren geweest. Dat ik niet vooral nog dood ben geweest, maar nou merk ik verhalen van achternichtjes. Die toos bevelen. En dan kwam er een luid komt van mijn mama, die gebruikte ook regelmatig. En verwaren ze. Ken je iemand dat luid? Afloms, verwaren ze een broedvrouw. Maar de gewoon mensen, gelijk van mama. Mijn grootmoeder heeft mijn grootmoeder, ons vader, ons moederskant en mijn groot gekend, maar langs vaderskant wel, mama. En mama. Ja, denk dat hij op de wereld gezet. Ja, dat ging blablabla. En dat was Tozen die woonde toen in de fortjes in de Lange Neestraat. De ene kind van haar is allemaal afgebroken, maar daar woonde die. En dan kwam er een buurvrouw, een madame van twee onze vader, die ook de nestkadeien had, die kwam helpen. Hulpen, ja, dat was dat kind wat wassen en dat meteen liep de jonge moeder terug rond, hè, want daar stonden nog 5, 6 andere kadeien in. En vader die moest eten nemen in zijn werk. En een paar weken nadien of een paar minuten later was die buurvrouw in positie, kwam de kraan bij, ja, wie mijn grootmoeder mij helpen. Want om even af te dwalen, dat was in die. Is een aanhalingjes, goedenavond dat hij niet goed was, toch een sociaal samenwerking, die wilden niet meer kennen. Waarom? We kennen onze buren niet, ik weet niet beter. Dat is maar misschien mensen misschien binnengaan nemen, van waar, misschien dik tegen de woesting zoeken. Maar toen, om die buurt, om samen, die hadden elkaar nodig. En dat ging zo ver. Mijn vader had dat artikel verteld, mijn moeder, mijn tante Lees, mijn tante Marie, jullie familie kende dat. Dat die dat ze bij elkaar toos een schipje voor gingen halen. Een schipje voor, dus in de zomer. Ja, dat was en het riek vergeten, hè. Dat was dus een koude vuur. Moest de stof aansteken en we water de kelken voor kaffe te zetten, hè. Maar dat was. Had er papier nodig, had brandhout nodig, uiteraard kolen en je moest een tijd wachten bij dat je zei. Wel, dat was een afspraak, dikwijls ongeschreven. He. In de gebeuren konden bij een buurvrouw, de heer Stouwman straks morgens, met een kolenschip, een schipje vuur, je deed dat in de afstouwen en ja, zo. Moest je maar steken. En een dag nadien, of twee dagen later, kwam die madame bij haar schipje voor halen. Dus dat was die beurt die had elkaar nodig. En boven het schipje voor was er nog eens gestaan, dat was de pot water. In de zomer, ik zeg het, moest er stuil aansteken om een kaffetje op te schinken. Makkelijk schinken de kaffe, op, ze zitten er niet. Dan was er uit een band, als mijn vader en mijn moeder, die gaven ze dus een aan van die wefjes. Ze waren gewoon al met wefjes gelijk, dat ze dat noemden, leven. Zonder inkomen, want pensioen vergeten, hè. Die leefden van de armen en van de kraag. Hè. Kraag is bijdelen, hè, van de kraag. En die staken in de zomer altijd uit de stouw aan. En hadden dat een grote kastrol. Een pot, een ketel, waar dat ze water kopten. Die gingen aan de pompen, misschien waterrading toen, aan de pompen, een grote pot water pompen. Zetten dat de puile luif in zijn stoof, of een cuisinier. En de buurvrouw, die kon dan met een kafpot naartoe gaan. Je kent die kafpot met zo'n bus in, hè. Is dat nog gebruikt voor u? Ja, ja, voilà. Met dat ik heb dat ook nog gekend, een tavernbus. En dan ging je daar en dan had je dat polapen, schepte dat twee polapen, of er eigenlijk hoe groot dat over pot was, en je betulde aan dat vragen 1 of 2 centen. Meer niet. Maar daar kwamen dan zo'n 7, 8, 9, 10 mensen water kopen en iedereen was gelukkig. De wefke had het verdiend
En die mensen hadden daar een stof die moeten aansteken en dan direct ook in het water. Dat is wat anders dan al, hè. De boiler is kapot en waarom water dan, hè? Want je hebt geen stof niet meer om het warm te maken. Ik weet maar dat vorige winter wel dat, hè. Ja, kom. Zeg hoe moderner dat in taak was, hè. Maar zo krijg je in een boodschap die samen reuzen mochten. Maar elkaar helpen. En ik kan me misschien nog tegen, zelfs als ik me verder raak. Dan was het kindje geboren. De vrouw lag in een arbeid, dat wordt ook nog gebruikt. Een vrouw die aan het baren is, lag in een arbeid. Dat is een uitdrukking. En aan zwangere vrouwen en jonge moeders, misschien nog jonge moeders binnen, was er een raad die iedereen gaf. Je moet bron bij drinken. Listerse of Waarschotse bronnen moest je drinken. Of Mechelse, die bestaan ook Mechelse bronnen. Dat is goed voor het zocht. En dan ook, wij weten allemaal dat in beer zeker vitamine zitten. Plus het is vloeistof. Dus dat was het systeem om ja, eigenlijk goed krachten te komen en de kindjes ja, te voeden. Misschien mijn grootvader had hier de avond last van dat die vreugde die we over op mee vreugde. Dus we zijn 80 jaar geworden. Maar die vreugde hebben we al op mee. En in, als een oude goot brakken wij dat flutje beer. En dan zei hij, kom dan niet vol dat flutje beer, dat kan ik niet opladen. Maar je hebt toch nog 2 jaar over, maar ja, kom. Dan gingen de jonge moeders met dat klein bouwelijke naar Sint-Janskerk. Iedereen kent Sint-Janskerk, want dat was een speciaal schilderij. Want dat dacht er nog in, ik ben nog gaan zien onlangs, weet je zien dat na de restauratie nog honger die is teruggegaan. Het schilderij van de nalige, ik zal de hasje uitspreken, Hyacinthus. De patroon, of de schutspatroon van jonge of toekomstige moeders. Nou, is dat niet schmieden dan in een zaalkapel. Ik weet dat nog, alle weten het ook nog, maar de rest van de Mechelers. Je gaat naar de gynaecoloog, hè. Toen gingen ze naar de nalige Hyacinthus. Dat was een schilderij, dat was niet die pastoor van het Maroon. Ja, ja, maar met de tegenwoordig ook veel prettig. En dan was er ook een moederoos, of wordt er een verduiging. En waarom, je weet het, maar mijn vader wist dat nog. En mijn moeder ook, in de Kanunik de Dekkerstraat, toen de Peperstraat. Tegen nummer 7-8, van buiten tegen de Katlanenstraat, waar dat vroeger de jeugddienst geweest is van de stad. Groet Ierenoos. Dat was een verroepen van het moederhoos, dat we nog kennen in de Moritz-Abbestraat. Het gebouw staat er nog maar tijd een ander functie. Dan wees er nou wat aan aangebeld, dat is dat een fotoalbum aangeleverd. Allee, een fotoalbum, vergeet het, hè, dat is met zo'n kast gefilmd. In Malentout werd er een fotoalbum aangeleverd. Ik heb nog een foto, ik heb een boekbouw, misschien dat ik het kan laten zien als ze me dat hebben. Wat dat ze vroeger niet kenden, ook niet, dat waren gebouwpalasten. Het kindje kreeg kleedjes, een barbotteus. Er zijn er nog die dat weten wat dat is. Wel, de jonge mensen kennen die niet, omdat ze een stout kruidpakje nog weet. Een barbotteus en pindoeken, nou zijn dat pampers. Mensen gaven nuttige geschenken, ik zal zo zeggen. En ook zo'n tels, als ze van centen hadden of kettingsken of een armbandje ingaat met een naam op of zo eten, een klein wieltje. Mijn dochter, maar ik spreek van dik 54 jaar geleden, die kreeg van mijn zuster, het tante Marieke, kettingsken met een naam op. Ik heb me dat aangedaan en de eerste keer dat mijn vrouw ging wandelen en dat kettingsje verhouden. Dus dat dermke was, allee, ja, kom. Moet dan mee lachen, maar allee, ja.
Vroeger waren de moeders dat een man een werk in moeder was. Een man vroeg, maar nog te gemoeid, alhoewel dat geen kaders mee was, een werk in moeder was. Nou zijn ze na 2 of 3 dagen toos. Normaal. Maar vroeger was het een werk, trok de rust en dan kon dat naar huis. En nou is er nog iets dat ik vroeger nooit gezien heb. Een pamperrekening. Toen dat ik dat las, ik las dat voor de eerste keer ik veel van mijn stoel. En toen ik er van 4 dagen of 5 dagen dat al een rekening op een bank heeft. Dat kan allemaal al. Tegenwoordig kunnen ze van alles dat ik niet kon op het chocolade. Ik kon er oogstens wat dat ik kon wat schrijven en in mijn doek pissen en kakken. Dan als dat kind geboren is, de familie komt op bezoek, je kent daar en wat bloemen en kus, kus, kus en zo, is er nog iets dat belangrijk is. En heel belangrijk is sociaal, want we merken dat niet, maar niet sociaal. Ik heb mijn kameraad meegemaakt. Ik ben die namen noemen, maar die zei niet kunnen, maar komt er toch die namen. Die trouwt met een meske, maar bij dat meske toch zijn ze dat tegen. Maar het trouwt boter Mechelen, en ik ben toen nog getogen geweest zelf, dank u wel. We spreken niet met elkaar. He. Die familie wou die mannen zijn, dat was allemaal niks. Tot er, nou pak weg, 2 jaar na het overleg, een dochter zijn. Wel, Anda bid in het moederhuis is de grote verzoning gebeurd. Want dat kind dat was ook het klaarkind van die ouders of schoonouders. Hè. En dat is werkelijk die geboorte van dat kind. Dat kind zelf was het midden van de verzoening. En dat gebeurt nou nog, hè. Dat er families zijn. Maar... En dan komt er een klaarkind en dan is oma en opa nog zo fier. Hè. Dus dat zijn dingen die vergeten worden. Maar die heel belangrijk zijn in mensenleven. En je had, nou is dat veel minder dan vroeger, maar je had ook de doop. Ik weet niet hoeveel kinderen dan ook nog gedoopt worden. Toch nog vrij veel, denk ik. Maar dan roepen we de rest niet naar de kerk. Maar kom, het is een rietenpassage. Ken je allemaal een rietenpassage? En de geboorte, de doop. Dan liep we de rieten op een passage met 12 of 13 jaar. En dan huwelijk en begrafenis. Dat zijn de belangrijkste. Ik ben gedoopt in de kapel van Zekeros, in de Stassenstraat, waar nu totaal Astrid is. En daar ben ik gedoopt. En hij is partner genoeg niet, maar de energie Trosio is daar ook gebouwd, maar we zijn niet te geluk gebouwd. Het gaat wel ook dat je naar de parochiekerk, dat zijn afspraken van vroeger jaren. Maar in de avond dat, en dan spreek ik tot in de 19e eeuw, maar dat neem ik niet van mijn ouders. Dat heb ik ergens gevonden en hootgelegd gekregen in het Museum van Volkskunde in Antwerpen. Dat niet meer bestaat, dat gewoon maar dat mag. Hè. Dat lag in een vitrine, die is de verdieping, zo'n grote tinnen spoot, precies voor een pikeur te geven. Zo groot. Met dat zo, ja, geen hulp, maar trok erop met een botte punt. En dat was een doopspot, godverdikkende doopspot. Ik zei, wat is die dat vreet? En dan die conservator kende die mama, die leidt dat dood. Als er tot in de 19e eeuw bij een bevalling het niet ging, het kind kwam er niet uit, was een verkeerde ligging of wat ook, en maar de schrik dat niet levend zou gebouwd worden. Dan werd dat kind gedoopt in de baarmoeder. Niet, denk ik. En deze poot die was gevuld met, verschiet niet, wijwater. En die werd bij de vrouw ingevuld. En dan weet, wat je weet allemaal, ook die dat kinderkatechismus gevolgd hebben, maar men weet dat. In tijd van nood mag en moet iedereen dopen. Werd dat kind gedoopt. In de baarmoeder, in de schoot van de vrouw. En dan, die vroedvrouwen, die verwaren ze, hadden daar een band, een spoot in hun zakkabas, in hun tas. Dus je zei, maar
wat er allemaal veranderd is, dat zou je niet kunnen indenken. Misschien in sommige religies dat er nog curieuze dingen gebeuren, dat weet ik niet. En maar dan was dat toch, eet dat vroeger gebeurde, eer bij ons. Hè. Niet in de vorm van eer, hè, in ons streken. En dan is er nog eet dat nog bestaan, dat is de kinnikensokker. Doopsuiker eet dat in Vloms. Maar waarom zeggen die mechelen kinnikensokker? En als ik een kinneke was, mochten ze was dat dat het eerste was wat de kinneke kakte. Ja, dat is geen reden. Ah ja. En we schieten van dat we een beetje een oezel waren als ze in schuil kwamen. Een kakte kinneke, dat kakte niet. Dat verlikken. Kun je dat nog indenken? De kinneke. En die wildsoker, die weer vroeger verpakt in puntzakjes, karton, of als je centen genoeg hebt in klaandozen. En die hadden een bepaald kleur, hè. Daar had je alle fantasieën, dan krijg je een vergulde schoon, en wat weet ik, met doopse, maar toch niet. Dat waren puntzakjes, of vierkante, of rechthoekige dozen. En dat was ruis voor de jongen, hè. Tot ongeveer 1960. En blad voor de meskers. En ook een doopkleed. De meter gaf gewoon een doopkleed. Die betulde of maar doopkleed, was betuld in mijn meter. En dat doopkleed lang gediend voor kindjes in de familie. En hoe pleste in de jaren 80 en de kik dat gebruikt voor mijn noppel te drinken. Dat was een mooi. Ja, dat is gediend tot de lesbische. Alles mag niet verhuilen in een maatschappij van recuperatie. Hè. Dus dat was het systeem, dus in die kleuren. En dan dat doopkleed, dat weet ik zeker, dat weer gebruikt. Hè. Als het kon weer, dat ging dat verder in de familie. En voor de jongens in trouws en voor de meisjes in blad. En weet je waarom dat voor de meisjes in blad was? En dan is het uiteraard voor de jongens in het huis. Blad is het kluiven als ze gebruiken. Het is gezien. En ook kwam dat ook, omdat er zoveel kinderen namen kregen, ik heb er even wat opgeschreven. De jonge moeders gingen hun kind opdragen aan Maria in Anzakkerk. Het kind weer opgedragen aan onze vrouw van Anzakkerk. Die was heel populair vroeger. Wow. Ik heb nou geweten, ik kom van de Luisterstierweg, van al die bijwegen en die processen. En dan heette dat kind bij voorkeur Maria, Marie, Maria op zijn makkers, ons Maria, Miet, dat is Miet daar, die heeft een goed kind, Ria, Mariette enzovoort. En populaire jongensnamen. Dat waren toen in die tijd Joseph, op zijn Frans, Joseph, die liet de kik met een tweede naam. Of Jozef, dat waren een Flaminganten. Nee. Jos, Jef, Joske, Jafke, Jappe. Dat was dan op de bodem hier. En dan hadden we ook nog Johannes, Johan, Jan, Janneke, Jean en Jeanke. Janke, dat is klaar, Janneke. Jan. Jan. Jan, ja, die mag nog een andere betekenis, hè? Maar daar ben ik niet over. Mijn vader heet dat ze je Jan tegen, maar die heet een Alfons. En dan, van waar kwamen die kindjes die gebouwen werden? Ah, dat was simpel, hè? Die kwamen al te koelen vroeger. Dat er ook dat de nooit was, zo'n brok, dat kon ook. Maar dat er ook grote kolen kwamen. Hè. En de witte, de blanke kindjes, die kwamen uit de witte kolen. En de zwarte kwamen uit de kolen. Hè. Dat ook, dat was super vroeger. Hè. Maar je had nog andere manieren. Ik kon ook zo, ik ben, volgens het verhaal van mijn moeder, geschikt als een wielbouwbedrijf in de deel. Mijn moeder in de deel Londen en ik dreef dat, dat is ons Marcelke.
Dus ik ben, ik heb geen last van schubben, maar ik zou er niet van verscheten dat ik dat nog krijg. Ik heb ooit in Mechelen gehoord, in Mechelen, he, maar of Mechelen is, maar wel in Mechelen gehoord, op de Luiverstierig, horen zeggen, ik vond dat toon als kadeil heel vulgaar. Ze is van een ijzer over een half duur gescheiden. Mevrouw zei dat ook goed, dat wordt me gelukkig dat ik niet alleen ben. Dat vond ik toch vulgair, al was ik nog een kind, maar het wilde dat. Dus, nou ja. Dan hadden we nog één dat we niet meer kennen, bijvoorbeeld de kerkgang. De kerkgang, dat bestaat tot tussen de twee oorlogen. Dat ding af hoe gelovig dat familie was. Waren er echt gelovigen en die dat, heeft dat bestaan laten zeggen tot in de jaren 30. Dan ging de moeder met dat kindje na een aantal weken, ze lag vast in een liturgie die ik niet ken, maar laat ons zeggen na 6 weken naar de kerk, die was naar onze lekker als je de juist gedaan, en dan spreekt de pastoor een zegening uit over moeder en kind, en dan was de vrouw ook terug volwaardig opgenomen in de maatschappij, in de schoot van de kerk. Ja, want de bevalling en wat dat rond is, was de vrouw onderaan. He. Ook in de katholieke kerk kende men onderaan de periodes. Maar ik weet daar niks van, omdat dat toos niet over gesproken werd. En dan krijgt de kind kinderziektes. Nee, want dat kind wordt groot. Ik heb ze ergens op een papiertje geschreven, maar ik weet niet waar ik het papiertje geladen heb. Maar ik weet wat dat die kinderziektes waren. Ik heb heel de schrijver. Ik was eigenlijk, ben in 35 geboren, dus ik was een groot heel een ouderskind. Ze waren verzwakt. We waren die slap, zeggen ze in Mechelen. Ik heb mazelen gehad. Ik heb wampoeken gehad, ik heb dik hoer gehad aan de twee kanten, ik heb een goed kuts gehad, allee, noem het op, maar ik ben er allemaal doorgekomen. Maar het ergste van al was, om even af te dwalen, dat was de keekkust. Keekkust, kinkkust, dat roerde niet verder dan tegenwoordig. Ik heb dat gehad. Dat moest de zeeloot al af, in zover dat je een zeel had. En dan moest ik naar dokter Andrees in de Kolomastraat. De zoon, dan heb ik een avond Andrees. En dan Andrees, dat was de zoon in de Kolomastraat, in zijn schoen, zo naar de Costa. Dat er nog altijd, ik weet niet dat geklasseerd is. In elk geval was zo'n strenge dokter, zo'n hele witte, gesteven verschoed. Een kiel eigenlijk, een witte dokterjas aan, een bril met dikke zwarte randen. En dan kwam ik daar binnen en dan zei hij tegen me, wanneer doe die broek uit? Die zei tegen alle kinderen van ons. En dan kwam die niet met zo'n grote spoot van de vroedvrouwen, maar toch met serieuze spoot, klats in mijn bil. Het was zauwrood, ik was een spichtig jongs getoond. Mager kinderbilletjes en dat hij zeer, mensen kinderen, dat hij dagen leep ik die krom van de zeer. En als dat uiteindelijk verbouw was, moest ik terug voor een ander spoot. Ik geloof dat ik 6 weken spoot had. 6 weken, 2 per week. Maar daar maak ik geen schrik van een spoot. En dan moet daar geen schrik van hebben. Ik zeg het maar. Dus die kinderziektes, die kreden. En dan, nog eet, ik heb die tussen geschreven. Mijn grootmoeder, 10 kinderen. Mijn vader had dat ik was verkozen. Mijn vader is 88 jaar geworden. Dat is dat de kranste die pas geboren was. Soms lag die in sommige families lezen die in bed tussen de ouders. Dat had niks te zien met Mechelen, maar dat was een manier om geboortebeperking te doen. Ik wil er niet verder over uitgaan. Dus maar de klein mannetjes bij de kokkenstoren, die slepen in de schoof van de komout. Je kent een komout in een slaapje, van die schoof en daar lag die klasten in.
En de grote, dan wilde mij dat dat meskes en jongens waren, zo'n 50-50. Die slepen de meskes door een kamertje, de jongens op zolder. Of een massarde, maar gewoon lekker een zolder. Met vier in één bed, twee zo en twee zo. Mijn broer was kwaad als mijn vader dat vertelde. Maar mijn vader vertelde dat niet om weet, maar gewoon als ze met een juist jaar sprak, dat die kadijen in de winter of in de zomer bij elkaar vloeien aan het vangen waren. Om het meeste vloeien vangen. Mijn broer kon daarin lachen, maar ik vond dat absoluut niet abnormaal dat je in zo'n omstandigheden aan vloeien krijgt. En ze gingen om de 2 jaar verhoogd met hun grootouders. Want ze woonden in een fortje en de muren waren gewit. En tot op een hoogte van, laten ons zeggen, 80 centimeter was dat getaard. Taard, dat is teer, hè? Dat is een soort teer. Hè? Waarom verhoogden die? Wel, dat waren niet alleen dat doosje te klauwen, dat was een kind bijgekomen, maar dat was vol. En dan hoorde ze een ander, dan weet je dat die is het gewit getaard en ging ze daar wonen enzovoort enzovoort. Allemaal dingen. En dan, als die kleinkindjes ook van krijgen, ziektes, gewoon ziekte vroeger waren stoppen, wegen doen, nog altijd niks voor kunnen aan doen. En dan krijgen ze dan eerst een tand met veel schreeuwen en lawaar. En dan werden die tanden ooit, als je dan 6, 5, 6, 7 jaar zit. En ik heb van Frieda Marien in de zittenjaren, ja, daar zit ze. In 2002 heeft ze me nog gezegd wat dat zei als kind. Hey, dat was toen ook, maar misschien niet veel in leeftijd. Wat als ze zei als ze een tand verleert? Tand, tand, over tand, tenus, te wijk, een even tand. En moesten die weggooien, hè? Maar ik weet niet meer, met je linkerhand of rechterhand, dat weet ik niet meer. Dus dat waren de kleinkinderen. En dan komen de schooljaren, maar nog een beetje spoleren. Want iedereen naar tussen zijn. Hé, hey Michel? Ja, dat is even een dienst mee te doen. Ik heb meneer een baasje nog wat zeggen, want daar zit niet vuil in, daar zit spotwater in, daar zit platwater in, daar zit fruitsap in, daar is ook wat koffie en daar is ook wat thee. Dat is, dat kunnen, ik ga het weten dat daar, dan kan ik jullie bedienen. Als je mij eerst buiten laat gaan, dan kan ik jullie bedienen. Als je dan eerst allemaal buiten stort, dan moet je wachten. Misschien toch nog één zaak, want ik moet ze beter stad gaan sponsoren. Maar Rotto staat hier ook een paar keer, zodat je moet zitten in zo'n bakstijgen. Ik noem het stad sponsoren. Dus ik denk niet dat ik het einde van de lusje mee maken, want misschien toch wel, maar toch vooraleer dat ik toch weg ben. Een paar mensen wil ik toch echt bedanken. En in de eerste plaats, die net overlaten, dat weer mij gezitten, en dat is een directeur van de Atenei. Tegenwoordig noemt dat deels gewoon busleider, Atenei, Campus Spitsenburg, in Wannendal, was dat gewoon een Atenei. En ze hadden dat ook wat in de Zeeroep leerling geweest. En die zit hier van voor, dat is meneer Jeroen van der Oudera. En dan de twee medeorganisatoren, hè, want het is niet alleen de faculteit van Mechels Dialectic dat die organiseert, maar ook Mechelen 2000 plus. Dat kende je al misschien. Misschien zijn er een paar die daar via DWG hebben ingeschreven. Dat zijn de leefboekjes, de Mechelaar. En dan hier dat spel, dat werd een beetje betoeld. Tot de kosten worden gedekt bij het Willemsfonds, de afdeling Mechelen. Het Willemsfonds is misschien het minder gekend, maar de laatste tijd zitten die vuil ook op dialect. En vragen ze ook aan de afdelingen van zo'n zaken te doen. En die hebben we dan ook gecontacteerd. Waarvoor dank dat ze ons hebben willen meehelpen. Voilà. Ja. Allemaal klaar, heel boven halen. De Marcel, die is aan het zoeken bij zijn, wat is dat? Dat is zo precies een hot gezogen bos, dat kan er allemaal graag aan maken. Een andere drie gevallen. Mon Marcel. Dat heeft hem nodig, want anders verstoort ze hem niet. Om te filmen. Want je weet dat we dan dat je filmt, als je dan nog eens wilt terugzien, dan moeten we naar een noemt dat spul YouTube gaan zeker. YouTube. Rudy van Boren. Op de naam van Rudy van Boren. Dat is van het Mechelsdialect. Dat faculteit en dan vind je dat terug. Hè. Dan kun je terug is alles terug op neer doen. Dan gaan we ook zien van de meester in het mailadres. De Marcel die naar zo'n samenvatting in de mond van de Gramijn. En dan sturen we dat wel eens met een file bij naar alle mailadres. En Marcel? Alles kan. Alles kan tegenwoordig. Voilà, ik heb het woord aan onze dekaan. Voilà, we gaan verder. En ik wou
er iets achter. Onze vriend Leo Lepage was niet 93, maar 98 jaar. Was dus nog ouder dan ik dacht. Maar dan zag er veel jonger uit, hè. Dus de gissing is daarom verklaard. Dus kinderen die gaan als ze 4, 5 jaar waren, nu nog, naar de kindertuin. Vroeger eten ze in die kindertuin, hè. Dat was de kakschouw of de bebbekenschouw. De kakschouw, ja, de Delft stond, maar aan de nietste kak van in alle broeken. En de uvrouwen hadden niks anders te doen dan katbroeken uit te wisselen enzovoort. Wij leerden in die kindertoon of in die kakschouw, leerden we niks in feite. Nou, ze koren, ze zijn 12 jaar, ze kunnen in een naam schrijven, ze kunnen ook die computerspelletjes doen, maar weet ik, wat die wollen in de kakschouw? Prikken. Vliegten. Matteke vliegten. Of wat nog dit, het tressen of zo'n mozentrappetjes vliegten. Dat deed men, met scherkelieren snooien, een toe maken, een toe, ik weet zelfs niet hoe die Nederland ziet, maar met een bobentje, een bobentje met nagertjes en dan een toe maken en tekenen. En ik had dat wel, ook lag dat klater met schraven, ik had wel moeilijkheden. Ik ben van nature uit linkshandig. Ik ben zowel gaucher als gauchist. Dus ik ben ook altijd een beetje tegen draad geweest. Maar ja, kom, dat is een andere historie, maar ik niet van bedoel dat andere is. Ik kon met dat scherken niet snijden, hè. Dat was een rechtshandige. En ik schreef later bij meneer Pekhout met mijn linkerhand zo op een schulle. Ja, mijn griffel. En ik vraagde nooit wat ik geschreven had. En dan stond meneer Pekhout in een sma, een doelbrave mens, stond hij in een sma met zijn lap op mijn vingers te kloppen. Dus dat ik die griffel in mijn rechterhand had. En dan zat hij hele pas aan mijn uit anders. Dat was een kut daar in die droge. Ik ben dan niet kwaad, sorry. Ik kan hier rechtshandig schrijven. Nu. Ik ben dan wel helemaal zot van de wereld. Ik zou zeggen dat je dat niet mag ingrijpen, want dat zou een psychische stoornis kan veroorzaken. Maar nou ja. We lazen in een boekje de woorden Riek en Jet en Pet en Aap. Nou nog, hè. Je kunt de kinderen moeilijk laten. Ontwikkelingsmaatschappij laten lezen. En dat is voor de generatie neer, hè. Mensen van zeker 80 jaar, dat is beschreven op oorlogspapier, hierom. Oorlogspapier. Dat was gemokt van hout. Hout, zeg je in mijn geluk. En dat zat vol met brokjes en stukjes, en als je het beschrijft met een ballonpen, wie kent dat nog? Ja. Dat is wel een ballonnetje noemen, die plakt er overal ballen op wat papier, maar ja, kom. En dan gingen we ons commune doen, onze eerste commune. En die eerste commune was vroeger eten aangetrekt tussen de soep en de patatten. Dat was geen grote plichtiger. Er was meer een gewoon worden in een kerk te gaan en in de commune te gaan. Want er was maar eigenlijk de paus Pius de Tiende. Die paus was tussen 1903 en 1914 ingevuld. Dat was dus aangetrekt de kinderen, jonger, vuil, braden op de grote commune. Ik weet dat ik niet de commune gedaan heb op een dag in de week, morgens. Ik heb hier mijn leven niet meer, want het was oorlog. En dan op school. Twee dingen zich die het al lager onder was, maar dat waren de concours op de praskampen. De examens, alles er al mensen was concours heette dat gewoon. Ik weet niet hoe dat nou heet. Bestaan er nog examens? Examens. Ja, dan kregen we
onder een bulletin. Nou, je hebt een rapport gelopen met een bulletin. En dat was op 5. Niet op 10, niet op 20, op 5. En die krijgen natuurlijk altijd, maar draai op 5 is gewoon schrift. Gaat rekenen, lezen, godsdienst en schrijven geloven. Dus een gewoon schrift krijgen, maar 3 of 5. En als je, wil ik kijken aan een poot en schrijven en zo. Ik moest tussen duik op de trein gaan zitten. En dan had een trein op mijn knieën. We trouwen dan allemaal op het broekje, de kinderen. Hoe kan ik dat maken? Een einde gebruik ik nog ook uit de broek. En dan had een trein en moest je daar op mijn knieën op die trein zitten. Of eventueel in de hoek staan. Maar in de hoek in mijn knoot die gestaan, weer op de trein gezeten. Dan kon er niks misdoen, want als je in de hoek stond, kon er van alles doen, gezichten trekken en wat weet ik. En als je in de trein zat, waren we permanent toezicht. En als de school oud was, dat zeggen ze in Mechelen, het school is oud, dat begrapen er bijna niet in, en de Nederlander moet je dat niet opleggen. Dan gingen we op straat spelen, waar de koor dan op speelde. We spelen op straat en dat spelen, is dat, een pedagogische reden. Want met dat spel socialiseren, leer je socialiseren. En dat is een van de belangrijkste dingen die je kunt leren in een aarde. Socialiseren. Je bent met 7, 8 kinderen. En je gaat een spel spelen. Dat wil zeggen, tekkers. Wie is er aan? Je moet dat regelen, afspreken. En je maakt daar reuzen over. Nee, ik heb dat zak gedaan. Maar je moet tot een resultaat komen of je kunt niet spelen. En als je je niet schikt, word je uitgestoten. Dan doe je niet, maar je mag niet meedoen. Dus dat is het belangrijkste dat er is, dat samen spelen. En ik had geluk of ongeluk. We wonen in het Beluisterstier, waar God gebombardeerd vreemd, dat weet dat allemaal. We hadden dat, ik had dat praktisch met 2 jongens mee te spelen en nog 2 of 3 meisjes. We hadden speelden voetbal en die meisjes speelden mee. Want er waren niet genoeg meisjes mee te spelen en er waren allemaal niet genoeg jongens. En ik zat in de gemeenteschool op de Beluisterstier, op de Noodschool, die is al lang afgebroken, in een klas. Met 3 leerlingen. Met 3. En dat was kort einde, dat was nog wat eigenlijk juist gedaan. Omdat die wolk helemaal ontvolkt was. Al de mensen waren daar kapot en dood. En die school was de eerste die ingericht is. Met alle muren in alle bestien en zo. Met 3. Denise en Lisette en ik. Straf, ik heb tussen 2 maskers. Zalig. En geen van de 2 is er even geweest. Oh ja, we zouden zeggen dat we leven. Ah ja, kom, tuur, dan is dat er even. Ja, man. En dan gingen we naar de catechismus mee zoeken. Want mijn familie was helemaal niet kerkelijk. Integendeel, maar ik wist mijn communie doen, want dat was zo. Punt, dat je niet gevraagd daarover kom in het huis, want mijn tantrees, en mijn meter die had placenten, ik deed mijn kom in het tantrees, gelukkig, en tantrees had placenten door een man verdiende goos en een buitenraam. Ik kreeg een neef kostuum, echt kostuum, met een golfbroek. Kijk, je kent een golfbroek, en dat was koningsblauw, dat blauw gelijk die stoel, zo schoenblauw. Ik vind dat nog wel het schoon, want als ik inkoop, ik schrok nog mijn wulper, is dat koningsbrouw. En schone, in daar. Zo niet dat is Nederlands daar. Hij had het begrijp, daar, grondschone. En 10 kwam ons het kadetje en dan rood het prinsje. Maar ik weet niet meer waar 10 en tanden gekocht is. En is een even. En het kravatteken. Bij de tellen, ik vergeet dat nooit niet. Ik vergeet het. Dat staat niet op mijn bladzen. Als je een verhaal krijgt, dat staat er niet in. Die morgen doe ik dan even kostuum aan. Die bij de tellen. Ik was nogal vrij klaar, wat nou nog.
Die Bretelle zijn wel talent, die broek aan de jongen, dat was een paniek. Ik moest, ik weet het niet, ik ben vast gekomen in de kerk. Maar kom, ik heb toch nog muizen mijn komen in, maar die broek. Ja, die broek door de hoek trekken, nou dat was geen erg. Dan mijn moeder en mijn broer, die was toestoon. Die was al wel getrokken, maar die was er voor mij te regelen. Die Bretelle twee draakjes en dan mijn grote toespel. Die Bretelle, dat die ingekut werden. Maar was nog niet in orde. Hè? Want de jongens toen hadden allemaal uit een haarschoen met een strippetje. Je weet toch dat die zo'n strippetje niet daar in Mechelen. Ja, ja. Een roze gang, hè? Ik heb al het wijnbussen, dat is mijn haar juist gesneden, maar ik heb normaal wijnbussen met een boekstuk. Wou ik mijn haar al vliegen. Schoon, gelijk Willy Klaas. Oh, ja. En dat ook al een strippetje in de ovijt nog. En mijn broer, maar kan me, dat iemand dat verschiet niet. Cosmetiek aan mijn haar gesneden. Cosmetiek. Dat was hij dat vroeger de avente gebruikte voor een 60 kroos. Want ik moest er zo'n strippetje in mijn haar hebben. En ik heb met mijn gebruik van laten zien. Ik ging naar de katkissenmus en ik heb de nechten af met de katkissenmus. Die is de, van kardinaal Mercedes, die is van rond 1912, 13. Ik heb in een dorp wel lukt dat daarin zitten als het blijft. Ik heb er wel geld voor betaald voor de robbenboekje. Maar ik wou dat in me laten teruggaan. Ik zal achteraf wel terug ontvangen helpen. Dat is de notenteken katkissenmis. En ik heb nog één bij. Wat ik vandaag vertelde, heb ik ooit als een beknopte lezing gehouden in de Provinciaal Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde in Antwerpen. En dat is gepubliceerd. De prentjes zijn van hier buitengewoon kwaliteit, maar ik laat dat ook rondgaan. Dat zijn sommige dingen die ik vertelde, of nog ga vertellen in beeld. En die madame met dat kinneke, wel dat kinneke ben ik. Ah. Dat is waar nu op Tala Street is, dat is mijn. En dat is dat toekomstje waar ik later mijn rotte met de kust heb. Dat ben ik nog steeds. Die kapot hebben, hè? Ik heb maar één, hè? De commune gebeurt, ik kan een golfbroek aan. En vooral met de mesjes was dat een groot feest. Wij herinneren zich nog zo toos een foto gezien te hebben, of zelf meegemaakt, dat de mesjes kerstkorrelen hadden. Hè? Al kerstkorrelen bij wat je deed. Oh, dat is niet Nederlands, niet weet ik. Kaarskruur, denk ik. Nee, dat waren de kaarsen. En dan. Ik zie er nog van mijn ogen die mes gestoken. En dan hadden ze. Al lang niet kreet, hè. En als je dan. Mesjes van 12 jaar. 11, 12 jaar. Die vrij groot waren. Dat kan je niet meer groeten. En je had een die al goed gevormd was, dan zei de gebeuren of de familie tegen de moeder, een dochter is juist een trager. En dat was moeder vier. Want iedereen stond staaf in het neven. Staaf in het neven, dat is gewoon natuurlijk. Een staaf in het neven. Een staaf. Een stafraam, een staaf in het neven. Dat was dat over zondagse strook aan had. Zondagse strook is ook kostuum, hè. En een oude vriendin van mijn moeder, die woonde per Tuidersplan, die kende nog een klein gedichtje uit een taart dat de pastoor dus de commune bij de commune gaf. Hè. Toen kreeg je nog een stuk kneel aan een communebank, kon je ander onder een laken steken of een mond verhuilen voor het humor. En dan zei de pastoor, ik lees gelijk in mijn gezicht is, dominum nop, ontvang de brok. Is er wat klaar,
Er is te jaar zo de groter zal. Of dat de pastoor dat is, ja, weet ik niet, maar ik vind het toch nog jou het groot. En na de commune, nou nog, is er altijd een familiefeest. Dat was de reden met de voeten onder tafel te steken en dat gebeurde met de overstoot. Nou, je dacht gewoon, maar met wat dat ze zeggen, een traiteur in keurig neder aan een tafelhouder. De hasjoer spreken dan. Maar toen was dat bij mijn overstoot, dat was in 1997, was nog slecht een tot. En dan weet ik, dat staat niet op mijn blad, maar ik weet het nog omdat ik het nog zei. Een varkens gebraad en een lins gebraad. Waarom? Dat verdiende gewoon, hè? Voor de biefstukken waren wel te duur, hè? De varkens gebraad, dan hadden we gewoon mis nodig. Met dat baar groentekrans, maar wat dat wuttertjes en netjes, hè? Dat is de groentekrans, hè? Maar kom, het was feest en de schoentaloeren weer gebruikt. En dan hadden we ook nog het frunsel daarachter. En dan was er nog iets dat gebeurde. Al die kadeeën. Hé, maar waren maar met er al. Die deden allemaal een lok en een commune. Nee, want we waren allemaal met de hulste parochen. In de school, in de gemeenteschool, in de parochen. En dan bleef ook allemaal de tweede dag van de commune. Blijf de roemen los, want morgens moest er nog eens naar de kerk gaan, zondags. En de rest was vrouw. En wat deed dan de mensen met de klanen of met de dochter? Naar de zoologie gaan, die in Plankendal, die was er nog niet, naar Antwerpen. Naar de zoologie van Antwerpen, de dag van de zoologie. En, daar waren er ook rugzakken tussen, hè. Die had een vader aan de andere weg werkte, andere weg door de spoorweg. Die had een beneden couponnetje. En dat zo wij was er een naar Blankenberg, hè. Dan dag naar Blankenberg, op, s'avonds terug naar Roos. Dat was de congé van de commune. Ik weet niet dat ergens naartoe is en kan me niet meer herinneren. Maar in elk geval, dat was toch zo. Maar wat ik me wil herinneren, dat is ook iets sociaal. We zitten met geschiedenis al bezig, nu de geschiedenis onder iets anders geworden. Maar wij leerden nog van generaals en kaders en koningen en veldslagen, dat weet ik allemaal, in oorlogen. Maar dat zit allemaal in één vast. Hè. Dus het was een traditie, een commune doen. De iedereen, katholiek of hooggelovig, iedereen. En kwam het juist. Gedij de ronde van de familie. Ja. Uw naaste familie was ook genoemd. Op broer en zuster en eventueel over meter en peter. Maar gaat nog familie, hè? Verre tantes, groentantes, wat weet ik. Wel, ik ben toen. Maar mensen geweest die ik niet kende, maar dat was familie. En wat gebeurde, en daar zit het juiste, de clue. Je kreeg op veel plaatsen geld. Je kreeg daar 20 frank in 47, dat was al een fortuin. Daar is 50 of 2, of 100 zelfs. Wel, dat geld dat je kreeg, die dagen. Dat was voor meisjes, voor vrouwen, voor jonge meisjes, het begin van het spaargeld voor ze nood zitten. Want een vrouw die trouwde, of een meisje die trouwde, moest de nood zitten. En de traditie bestond voor, ik heb dat ook gevolgd, dat een man in het tafelrek de slaapkamer meebrengt en de vrouw de keuken meebrengt. Ze lacht aan mij, maar ik heb nog voor de slaapkamer en mijn vrouw meer wilde daar kijken met breuken. Daar begint dat. En die commune, he, samen met Firms, ik geloof wat verrood misschien, maar dat was ook, Schoutpriet was, ik spreek dan met mijn vader, was maar tot 11, 12 jaar, mijn vader is gaan werken en weer in maart 11 jaar. Het schooljaar was gedaan half juli, want ik had mijn zus werken, wat kan ze vroeger. Wel, die is in juli gaan werken. Die was dus 11 jaar in een paar maanden. Dat was zo.
En die communie was dus het einde van uw jeugd. Jongens gingen werken en meisjes eventueel ook. En de jongens gingen in de leer. En in Mechelen, waar gingen ze in de leer? In de leer gaan, hè, dus niks meer een ladder te zijn. Maar een meester meubelmakker, een meester sculpteur, een stoelmakker, een smid, mijn vader is een smid geworden, een schraalwerker, een timmerman, een metser. En in Mechelen noemden ze de meester de baas. Nee, met een goeie baas. Maar dat is dus het pinde van de wet nog geen zaken uit. De goeie baas. En soms noemden ze ja, de meester, maar gewoonlijk de baas. En wat hij de mesjes, die gingen, met die gaf, wat dat kon, wat dat kon kragen, die gingen bij balnooiers in de leer, en naister, of bij modisten, dat is vroeger nog, hè, modisten. Sommigen werden mazen, en mazen is een dienstmaat. Die is een mazen, dat begrip mazen is geen klein meisje, dat is een dienstmaat. Dan had de winkeldochter weer. Verkoopster, en dat was hier terjuist. Wij verkoopster was in een bazaar, we staan er niet in, maar daar generatie. Die stond een trap over in de hiërarchie, sociale hiërarchie, dat een verkoopster in de zorg was. Ja. Want in een bazaar, he. Die had allemaal een satijnen voorschot aan, een wit kraasje. En deze storm had er gewoon een verschut aan. En het was veel zieker voor een verkoopster in een bazaar. Als we willen, denk ik dat deze storm maar niet minder verdiende. Hè. Ik weet dat, want in 1958 heb ik mijn verkoopster genoot aan bazaar een connectie gehad om het te doen. Maar helaas, veel van die meisjes die aandachten niet in een bazaar over de storm. Die gingen naar het grootfabriek, of naar de PNL. Het grootfabriek, de textielfabriek in de fabriekstraat, Augustanenstraat, of PNJ in Battel, gelijk terug in Battelse Stierweg, gelijk mijn moeder. En mijn moeder was van 99 en die was dus 12 jaar in Elf. Die is nog gaan werken in de PNJ. En dat waren 6 dagen per week. Dat is een band tegen dat 10 euro per dag. Sociale tijd, nou, ze is intussen gescheiden over 35, 34 euro week. Hè. Maar ja, dat is een andere zaak. En zo groeiden ons overhoop, mijn manhouders. En dan gingen ze een leefzuiker. En dan weet je wel, heel plezant. Waar vonden ze dat leef? Dus in die tijd, en ik moet mijn broer in. Familieleden, was dat iemand door te gebeuren. En dezelfde sociale stand. Er gebeurde mijn broer, is letterlijk met een mesje vannacht de noek getrouwd. Waar doen we de luifel stieren? Hij is mee getrouwd van de Nazareth Dreden. Dat is achter de noek. Ik heb niet. Ik heb de 500 kilometer van neer. Ik heb niet gedaan dat ik alles was. Het is mijn vond. Ze leeft in de eigen stand en in de omgeving, ofwel op het werk, nu de gebeuren. En dan was er nog een manier, en dat is me verteld, ik heb het niet zelf meegemaakt, omdat ik heb gezegd, ik kwam niet uit een praktiserende katholieke familie. Een manier ze aan de leeftijd geraken, dat waren de bijwegen, de bijdevaarden. Men ging in de zomer. Zeker in de maand, maar dat ging af van de parochies en de oorlogen, te voet naar Scherpenheuvel. En vanuit Mechelen, vanuit Antwerpen, konden dat niet in één stuk doen. Men vertrok in Mechelen zaterdags in de vreugdenavond. Het was laat klaar in maaijuni. Men vertrok bijvoorbeeld om 6:30 en men marcheerde tot ergens anders weg. En daar was geregeld dat ze van een boot konden slapen in de scheur of zelfs in het hooi, in toezicht in mijn huis.
zet dat kat niet met melk, hè. Moeder was er niet bij, want die ging dus de kadij passen thuis. En vader, die had een singelientje op. En daar gebeurde van alles. En als ze thuis kwamen en dat was een masker in verwachting, dan weer op de vingers geteld, hè. Ah ja, dat was ook bijna geweest. Dus dat was ook een manier. Dan hadden de gebeurtenis, dat was een ander verhaal. Ik heb daar avonturen van vertellen, maar ik kan dat niet doen, omdat die mensen nog leven. Maar dan was je niet eens een koppel om je straven, hè. Onverwacht. Maar ja, kom. Nou, dat allemaal gedaan, hè. Nou, immers was ze 16 jaar een vriendje, of een vriendinnetje. En als ze 17 jaar zijn, dan zijn we bij elkaar wonen. Als ik 17 jaar was, jongen, ik had nog een kutte broek. En dan vroeger, ik ken dat niet hoe dat nou is, maar vroeger, levertjes dan, hè. Donderdag, hè. Donderdag, s'avonds, ik had aan mijn lever in Mechelen de Caprice, hè. Dat was een Caprice. En je was 18, 19 jaar, dan moest je dat thuis komen. Donderdag, s'avonds, dat was levertjes dat. Dan moest je dat thuis komen. En 10 uur terug naar huis, want die ging slapen, wat een andere dag werken dat. Dus, en dat was zo, totdat ja, de tijd veranderd is. En, vader, ik zeg altijd dat het anders is, of beter is, weet ik niet, maar het is anders. En dan dat vroeger nog heet dat tussenin, hè. Dat wij niet meer kennen, gelukkig. Hè. Dat is een soldaat en dat, hè. Is een soldaat geweest, hè. Er was soldaat geweest, dat is te jong, hè. Ik ben nog binnengegaan, ze 21 munt, en dan weer er 18, maar zwap. En dan waren we maar content dat dat maar 18 munt was. Want er was een tot van de oorlog in Korea, 45. Maar dan waren we nog altijd beter af dan mijn vader. En mijn vader was binnen, als miliciaan. De 9e augustus 1913. En is terug doorgekomen in januari 1919. En is bijna 6 jaar weg geweest. Ja, was miliciaan. Dan breekt de oorlog uit, mij naar het front. Ja, hij moest wachten dat de oorlog gedaan was. Hè. Maar dat was tot en met Leopold II, die helemaal op het einde van zijn leven veranderd, is er ineens teruggekomen. Was dus de legerdienst met een trekking. Je moest gaan loten, een loterij, met nummertjes, vanaf 1 tot, ik weet niet. En dat lage nummer was er 1, hoge nummer was er ook, en dan tussenin was er een twaalfelaar. En je had twaalfelaar dus. Als je erin waart, en je waart bijvoorbeeld met Pierrevolk, de paardenvolk, hè. Dan moest je 3 jaar doen, dienstplicht, 3 jaar. En dan, ik heb dan nog horen zingen dat leken, bij de gebeurkermis in de Lange Neestraat, of de Burg, of de Stieweg, leken van 5-10 en dat was, al is die drinken, of die, een goede, goede lekker komen. Dat was, verlever, draai jaar soldaat, dan te leven met die teven in de overlijke stad. Er waren leekjes van buiten iets, en dat was de leeuw dat ik groet gebroekt heb. En dan dat nummertje dat getrokken werd, dat was een papiertje gegroet, dat zat in een burk, ja kom, een loterij. Dat weet Barabe, dat ding af, hè. Sommigen zelpen een stukje naar de botten met dat ze erin waren, en anderen zelpen even omdat ze rond waren. En dat weer dan ingekaderd, ik heb die nog gezien, ik heb die nog maar mensen weten aan de muur hangen. Dat nummerke van onze chef, als ze maar rood zullen was, hè. Dus dat, die bestaan ook, die reden tussen duinen open voor de metrieën. En dan hadden in Mechelen, en dan maak ik even een sprong, had ik de kazernes, kazernemessen in mijn geurige spieren en dan van achter in de Stassastraat en de Zandpuit Vist, waar de RMS later gemaakt.
Ik had goed kwartier, klaar kwartier, de artillerie. Ja, dan niet verder in groot woonde, maar dan hadden we ook, en we kwijtpen zo, soldatencafeetjes in Mechelen. Op de Leeuwse Stieweg, in de Koester, in de Stadsstraat, soldatencafeetjes. Ik was soldaat in Mechelen, ik ging elke dag bijna naar Roos. Ik wil dat niet laat, maar s'avonds, maar kom. Maar ik ben toch eens in 1955 in je café binnengegaan. Je moet geroet worden, volwassen, hè. Je moet dat meemaken. En dat was een maniana in de Koestraat. Ja, is dat er ook geweest? Ik wist van waar dat voor kende. In de Koestraat. Echt waar, dat is voorzien dat wat jonge meskens, rozeken van de Nevenhoek zaten, die eten, of eet nog, mijn kinderen nog gezien hadden, oudere vrouw, Rosalie van de Wind. En wat was dat? Niks, dat stond een jukebox. Hij kon er dan niet insteken, zeg zo steekt hij ze in de jukebox. Dat waren geen rotzolmeskens. Maar als je die betulde, was dat niet, dan kan je nou maar dat beroemde pintje. En dan speelde de jukebox en de een danske. En dan waren dat van de jongens die dat tweedraad hier met hetzelfde masker dansten. En kwam dan een andere binnen die wilde er ook mee dansen. Ik heb naar mij gemoekt. En die boven op de wicht in het midden van het café. En hij ging naar hij en dan zei. En dat bozinneke van de Nijbroek, de cafébozinne, de klaafraken. Spicht de klaafraken. Die komt van achter die toe. Ik zei die beelden nog. Dat in een goede kopen Franse film met Bourville of zo, of zo vind ik, met zo'n grote autonamer. Generaal, een autonamer, gelijk dat die sculpteurs gebruiken. Die vaart is een wie man met je hand, krat, 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 en dan was de man. Want, als die idioot zie en die wil naar de kazerne, dan komt de regimentspolice, of de militaire politie. En dan is het krak de dag en dan is het geen koek of geen bar en dan is het kakrotte. En die man had was gedaan, op de stad had ik het verteld. En ik heb gezegd, kom dat toch niet meer binnen. Ik heb een stukken met een bak met je ziet krijgen. Allee, ja. Wat dan even is, met je volk, dat knoet niet gekend in mijn jonge jaren. Dat zijn de laatste 100 dagen, hè. Ja, maar goed, niet geweten. En nou wordt dat geleerd aan een hoop snotmuizen die aan pas kunnen lopen. Die zijn de laatste 100 dagen. Allee, de laatste 100 dagen. Precies, dat ze nog sterven, hè. De laatste 100 dagen, dat klinkt dramatisch, hè. Als dat afkomt, het zijn de laatste 100 dagen. Ondergang van het Witte Rijk. Dat waren ook de laatste 100 dagen. En dan krijgen ze de verder studeren, dan krijgen de studenten dus. Maar dat is een ander verhaal. We weten allemaal hoe slecht dat kan aflopen. En dan, die dat soldaat zijn, die gooien af. En die zingen ervan. En we zijn er van de klas. En we drinken de liedjes. Terwijl we naar de schakken op de lange jassen zijn. Daar heeft de man met de droevige dagen. Er zullen nog een lang snel op de zijn ons kwart. Dat is dat die weg. En dan komt de finale stap, hè. Terug in de Rietenpassage. Het belangrijkste in de mensen daar, we zeggen ze, dat is traven. En in Mechelen zijn ze vreugd, maar sommigen ook, traven is over. Dat zeggen ze dan in mijn geloof. Ik denk dat het traven is verleden. Dat was traven is over. En je moet er iets aangeven op status. En dan weet je, tot en met de 31e december 1999, een speciaal oefening, in Kaskegangen. Kaskegangen, dus de poot. En dan kwamen daar al die meubelen verkochten en alleen kwamen dan allemaal opgeroepen. Ik heb nog in de kast gegaan en dan kwam er hier bellen. Meneer, jij gaat trouwen. Ja. Maar dan moet je een goede verzekering hebben. En dan anderen die kwamen maar alles verkopen. En maar wat vriendelijk gezegd, dank u wel in de derde. Maar de wet van de privacy is mij niet mee dat toe. Maar in de kast gegaan was ook een begrip.
Zeg, zeggen die kasken. Je moest niet zeggen die je gaat dragen, nee, ze hebben die kasken. En dan moest je ook naar de pastoor gaan. Dat is een onderdraag. Die pastoor moest de huwelijksplichten uitleggen. Stel dat wel. De hulp die getrouwd moet, die vrouw gekend en die moet de huwelijksplichten uitleggen. Ik weet wat hij moet. Ja, ik denk dat maar hebben we hebben nou nog ver paarsers rondgestuurd. En het feest van vreugde plaats bij de bruid. Dat was de traditie, dat masketoos, dat is tamelijk feest. Nou, dat helder op man uit de retour of in een feestzaal. Mensen toos, al die slamuil, dat gaat niet. Dat is, en dan heb je ja, het verschansel, huwelijksras, maar gaat vreugde nog eens. Ik heb dat nog weten gebeuren, in de jaren 60 nog. En dat was een poetsbakken. Aan het jong koppen. Nou vertrekken ze allemaal de puberextra's of schilden in die veld. Sommigen hebben niemand, ze wonen al 6 jaar samen, dus dat is geen aardig getal. Maar vroeger, ik ken dan op de Paula geweest, dat is een nicht die is maar een paar jaar jonger dan ik. En die trouwden in 1965. En ja, met masker tot feest en die gaan naar huis, een euro of 11. En die gaan naar een appartement, die konden we binnen, maar wat ze niet wisten, dat is dit ook ingewezen. In ingezet met een speker zo heen. Dat als je blijft staan, die stap in het bed, kan het een bed van die ogen, die ogen. Ja, goed, dat oerde ik maar. En ander mop was, dat was het, een slaapkamer, ze zeiden die op slot en ze dan met de sluiter mee. Ze moesten daar niet binnen. Dat waren een deel van plezier. En dat is ook iets dat niet meer bestaat, dat is, ik weet niet, toch niet gelatig dat meegemaakt in het afscheid van het vrijgezellenleven. Daar gingen met een paar kameraden met wie die pintje drinken of wie pintje, dat was voldoende. We weten wel, misschien sommigen zaten processen, maar in mijn entourage weet dat nooit en zat een proces. Je ging met de kameraden nog even drinken. En dat was het. En wat ik in Mechelen ook niet geweten heb, dat die scheten betoverlijk. Ik ken dat wel goed, maar niet gezien. Ik woonde in de Justierweg richting Moze en daarachter, als op de slaapkamer, kon ik de kerk van Libertus zijn in het kerstje van de Maren. Dus naar gelang de wind, als er in Moze op mijn eigen schuld werd, kon ik dat doen. Maar in Mechelen stap. Maar ik moet niet weten scheten. Ik denk dat dat ook niet zou toegelaten worden. Dus dat is het dat mij niet meegemaakt nemen. Nou is het, ja, ik ga even in kind dan nog, maar dan is er nog iets terug. Dat is een traring. Ik heb die naar aan, ik heb die naar lang afgedaan. Dat is aan welke kant dragen een traring. Dat is verschillend van strijk tot strijk en van katholiek en protestant. Ik ben met een Duitser getrouwd, die katholiek was. Wel, daar was het de traditie, en ik heb dat gevolgd toen. Dat is, je maakt je verloving bekend, in de gazette aan ons kunnen, en je draagt een trouwring aan je linkerhand. Mensen weten, hinder in die streek, in het vals, je bent verloofd. En als je trouwt, door de dienoten, pastoor zijn, je doet die naam aan je rechterhand. En dan zit het en je strijken, daar zijn heel de steunen over hem op zinnen. In het instituut voor volkskunde nou dragen en een trouwding aan welk en uit wat hij die gemaakt. En wat wij dat symbool een trouwding. Wel een trouwding is het symbool, dat is rond, daar is geen einde aan de regen, maar dat is ook in het begin aan, hè. Dan grokte de trouwt en dan is ze weer het curieuze. Ik weet dat van mijn ouders en familie,
dat die dat vroeger, je moet mij eens toont als je de trouwboeken in het van je ouders en grootouders kan zien wanneer het eerste kind geboren is. Dat is rapper dan eigen met je ouders. Dat is 5 maanden, 6 maanden. En waarom en ook kwam dat? Men kocht geen kat in een zak, he. Men moest weten dat die vrouw vroeger was en dat ze kinderen kregen. Want die kinderen, dat was spreek van vroeger, he, niet van 10 jaar terug, dat was op pensioen. En als je oud werd, he, dat allemaal die gender. Als de grootouders, ouders en kinderen moesten onder die. Ik heb dat nog geweten in mijn ogen, he, maar mijn pot en de zouden die kadeien van die zouden. Onder één dak. Want die A, weer, ja, bij waar van een slot waren de jongeren. En dan was er nog één, dat met kwartsen. Dat is dat mensen dikwijls veel kinderen hadden, niet allemaal, maar toch. En dat de oudste dochter, niet altijd, maar dikwijls doodbrengen, geloof de jongste dan, hè. Doodbrengen, de raarste dan, ik heb mensen gekend. Wat dat een van die dochters doodgebleven is. Achteraf ging een vent erop, want robbers zijn niet rood geworden, en hij is ook doos. En maar dat is ook iets dat we helemaal vergeten zijn. We steken daar mensen in een instelling. Ik vind dat dergelijk te zeggen. En dan steken ze weg. En als het kan, niet in het centrum van de stad, in ramen, en in Wallen, noem maar op. Hè. Daar, oh, onze oudjes hebben in de vrije natuur, in de gezonde weg. Ja, vergeet het weg dat men geen last kan hebben. Dat is wat, maar dat moet realistisch zijn. Dat is wat dat gebeurt. Ik maak me geen ene leuze dat ik met mijn dokter al wonen. Hè. Dat maak ik me geen ene leuze over. Ik zou de roep niet kunnen wonen in mijn trappetje zo. Dat nog mogelijk. En als je dan maar lang 25 jaar getrouwd was. Dat was een zeer jubileum. Ja, god, ja, nou, dat weet niemand alle iedereen. Allee, ja, het valt dat er minder trouwens in de hoek in zeer jubileum niet meer. En dan hadden ze 50 jaar getrouwd. En dat noemde ze Mechelen. Ik denk dat ze goed, nog in een goede tijd, de Noosdoor. Dat trouwt, hè, de Noosdoor. En een smeggeldoos. Niks te zeggen met een Noos, hè. Nog door, Rome Jubileum. Dat was vroeger een feest. Want wij was er 50 jaar getrouwd. De weernemend zo had. De middenrijf dat van een man was ongeveer 70, nog niet 70 jaar, een vrouw wie er aan 70. Dus het waren zeldzame gevallen die zo lang getrouwd waren. En dan was er gewoon in de wak een groot feest. Hè. Dan naar een uur over vertel ik hem dan nog mee. Dan kwam er een stoet en weer een wak om het taart toe verricht. En dan ging er iemand rond met een bus, met een beugel of een kastje of een bus, geld rondhalen. En dat geld alweer, dan heeft men georganiseerd alweer een muziekgroepje, wandelconcert en dan een stoet met een koets. En weer dikwijls het trainer van dat koppel opgebeld. Wij kunnen ons dan niet meer indenken, dat was altijd in de wak iemand die zich dat verstandde. Mensen vanzelf, we moesten dan in beginnen te zien, op een moment kwamen ze binnen en zeggen, wat dat vind ik, die is volgend jaar, die hebben we getrouwd, dat we niet doen, ja, en zo. Ik heb geweten, in de Smitstraat stierf een man die weer niets doet, met die patat, en die vrouw, veel kinderen, en verwachting van een verder, dat ik me hoorde niet meer. Dat is de dag nadien. Waren er een paar mensen van de wak, Stafke Poelstra, de Prijs, en Raas, kinderen nog, die gingen van oost tot oost rond met een grote envelop. Op een beurs stekte die zich niet bij die wijf, want die wil van een ene dag op de andere zo erin gaan. Alwel, en een paar dagen nadien zijn die mensen. Een envelop voor het onzeker, maar ja, om de trouw, 20 vragen en alles niet, die gaan afzijden. Vanzelf is georganiseerd, niet gevraagd, dit of dat, alsjeblieft. Wil men een jubileum, dat doe ik zo. Dat gebeurde allemaal vanzelf. En dat was wel plezant. En vroeger, hè, werden de jubilarissen ook statoren van en al nog. Maar individueel, omdat er niet voor waren.
ik was getrouwd in maar een aantal jaren terug, 50 jaar. We waren met 15 of 20, hè? 50 jaar en 60 jaar getrouwd, hè? En hier is al vol. En dan krijg je een fotocopie van een nagelexact. Ja, een fotocopie, hè? Een madulle, een wave. Er waren jenen die doet een blok in en dat die doet dat dat echt gaat. Was. En mijn vrouw een boeket bloemen. Maar ik heb nog geweten, als ik al aan het stop werkte, dat je die fotocopie niet kreeg, hè, maar een envelop. En daar stak toen, ik spreek dan van de jaren 70, 80 nog, 1000 frank. Je kreeg een envelop en een madulle en een boeket bloemen. Dat was tenminste niet, maar ik redde een fotocopie van een verhaal. En het geld als ze voor een foto liggen, dan heeft hij ietsjes in de muur. Ah, ja, dan hadden in sommige waken, volkse waken, waren dat grote feesten. En één ding, en dat jaren over spreken, dat was in de parochie. De parochie was de wak van de Wien, Pet Melkersstraat, Zijdenstraat, Beugtrond, Katwane Kerk. Die was de oudste stadwaken. Dat was de jubileum van Peide Nevo. Ik heb Peide Nevo niet gekend, ik weet niet wie dat is. Maar Peide Nevo, daar met de drie dagen zat de processen geweest. Maar wat ik wil weten, dat is dat de wijk, dat veerde hier die wijk, en dat is dat Franske Perkman. Dus ik vermeld die naam jaren. Ik heb Franske nog gekend, die was van 1895, een klein manneke ook, die alles opschreef over vroeger. Volksdingen, over kermissen, lekers, kinderspelen. En die had dat opgeschreven wat daar in zalen jeugd gezien had. Zo'n jeugd was vuil in Eerste Oorlog. En hij had van een jubileum opgeschreven in de parochie daar aan de Zijlenstraat. Dat we nog vele broodjes mogen bakken voor de brave oudjes Jeff en Trien, die vandaag zijn 50 jaar getrouwd en het nog niet hebben berouwd. En dat doen we met een bakker aan het venster. En met een bier over onder het papier. Ik wens u Jeff en Trien nog een lang leven, meer dan nog een jaar of 10, om een diamanten bruiloft te geven. En in de straat, in Avril, de straat, de spandoek en naast dan ook, hulde aan Jeff en Trien, door gans de Zijdenstraat gaar gezien, dat zij nog lang mogen leven, meer nog dan een jaar of 10. Dus, ik kan me dan niet indenken dat dat nou nog zou zijn. Want voor die spandoek moet ik met een aanvraag bij de politie. Schijnt wel even woord van de politie. De politie was van de Raad van State. En wist je dat je dat wil tonen? Ik denk niet dat je geant die spandoek en je vraagt niks. En dan zal dat gebeuren. En dan ja, je zegt wat, je zegt dat. En dan komt het onvermijdelijk. En het doet gaat, je sterft. Je gaat nog desnoods, komt het terecht in het goedshuis. Dat is eigenlijk het woord godshuis, omdat het woord was. En dan noemen we dat goedshuis. Of in een andere instelling. En vroeger, tot in de jaren 50 zeker, had in Mechelen de zusterken de rangen. In de Van Kerkhovenstraat. Peet, in de Van Kerkhovenstraat. Peet Iet, de familie van de zusterken. Dat was een. Er waren een orde, ik weet niet welke hem is, die oude mensen verzorgde. Maar curieus genoeg, die zie je de boeken van de gaten. Je kwam daar als koppel binnen. Ah, nee, nee. De mannen daar, de vrouwen in de rug. Apart. En als in de loop van de dag kon de vrouw terug zijn en kon de wandelingen niet stopmaken, dat waren de zusterken de ramen en die gingen bij de elektriek. Op van mijn ogen. Die hadden een klaar koetsje met een paard en een van alle kostgangers was koetsen en een paardenkoetsje. En die gingen in de winkels. Maar dan krijg je een van een mekker, van een bierhouder, beide. En krijgen ze daar, krijgen ze een broodzorger. Die bierhouder krijgen ze zeg maar
was wat er pinsen. En daar krijgen ze twee blindboeren. En zo verzoeken ze alle mensen. Nou, dat schijnt bestaan je nog in Brussel. En dan hadden we nog een instelling in die naam. Kennen we nog, dus Olivijken. Kennen we Olivijken best nog. De Adegemstraat, dat is ook daar. En dat waren de broeders van liefde. Dat waren broeders van scheppers. Hè. En die zaten in een heel oud gebouw, een middeleeuws oud gebouw dat toen verstreken was. Maar die mannen, dat waren alleen maar mannen, die waren daar niet slecht verzorgd. Dat was wel geen chauffeur, maar kom, dat waren niet veilig. Hoogstens 15 oude mensen, oude mannen en een paar broeders. Die broeder-directeur, die nam in de oorlog nog een vrouw, met mannen, dat was er niet aan, hè, maar die nam nog met zijn lange kleren, de vrouw, en met twee grote vrouwzakken, die deed de boten al, hè. De Mozenhaver, zo richting Meerbeck, ook Westbelang, hier die kanten, van hoi, Rammerham, en dan aan de andere kant, Lutbellewet, Bellewet. En als die geluk had, kreeg die een rijden een stuk spek en daar krijg je de kluts patatten. Maar als het resultaat dat die mannen in het goed in pijkers gesticht hebben, de pijkers kennen is, eigenlijk beter rijdt en anderen dan die in het goed was. In het Frans zeggen ze die faule faire. Je moet dat doen, hè? Die broeder had daar wel kunnen zeggen aan die man dat er een zoon is, ook is gedaan. Hey, leiden wind in de winter, die ging hier de boten af, voor eten te krijgen. Dan is dat toch niet gegaan, want die konden dat niet houden. En wanneer dan iemand op zijn list al, je kent op zijn list, die stervensnoot is, hey, die eindigde dan met een berechting. Iedereen kent daarop een berechting, want dat ook heet dat vergeten worden. Tot midden van vorige eeuw, pakweg tot 1950, 55, was een berechting en gebeurtenis waaraan iedere dag in dat geval de parochie deelnam. En allee, dat was een ceremonie, maar toch in wezen aangerakend. Er ging iemand de pastoor verdienen, twee, een buurman of een familie. En dan kwam de pastoor, dat je daar, wij op de jabob Germaan laat u per liste en vraagt de sacramenten van de stervende niet op. En dan kwam die pastoor en die had een zakje, een buisje. En daarin zat het heilige olie in kostige zoeken. Gewijde olie, die gewijde olie. En die ging gewoon langs de straat vooraf gegaan. Door een koorknaap, een kreeltje zingen in Mechelen, of een kuster met een melk. Die beelden, heel die weg, vanaf de pastoraat, ik heb dat gezien, ik heb dat meegemaakt, bel. En iedereen hoorde dat. Je moet denken, auto's rijden in een oorlog niet. Iedereen hoorde dat en kwam boten. En kneelde. En zag waar dat die pastoor binnen. En dan wisten ze, oh, daar is iemand die op te rebellen. Dus, pietaatsvol, maar ook nieuwsgierig. En die is speciaal gekleed met een roket en een stoel, maar komen we het daar niet over hebben. En dan, ja, tegen de dood was niets te doen. Dan weet het klok, toen, hè, in de jaren, mijn moeder is nog toos opgebaard, en ik heb een raansister, toos opgebaard. En dan kwamen gebeuren, vrienden, kennis, familie, een kruisje maken. Ik kwam met klok grote. En waken in mijn knootje kind in Mechelen. Je vindt dat die nog boeken over volkskunde op de boten, waken, maar dat heb ik nooit van gehoord. Misschien had het bestaan, maar ik weet er niks van. En dan kwam ook, dat ging af, de zuster, de schatzusters geloof ik, het klok laken. Laken. Dat betekent het klok wassen. Laat moest gewassen worden. De vrouwen, de krukjes, de snoetjes, de mannen haar kamer scheiden, dat palaak schoon lag. Die was het goed kostuum aan, beste kleed, palaak, geweer waardevol, waardig echt in opgebaard. En dan kwam er de aannemer van de begrafenissen,
of dat ding af. Een schraalwerker, dat ding doen we af van de wijk en de tuin die de kist mochten. Ja, want toen was ik al mijn kisten uit de tuin en ik had mijn monté binnen in de winkel. Maar toen mochten die schraalwerker in het dorp of in de parochie de kist, die kwam mij daarin. Die streed een grote breed, mochten de kist en die kwam ook de kist, de klote kisten. En dan werd dat opgemaakt. En de dag van de begrafenis, weet er, en dat vind je in die boek, dat klopt rond, aan een foto van een rouwkapel. Aan de gavel van een oorlog. Mijn onkel Jan die begraven werd in april 1964. En van mijn moeder was begraven in april, nee, in maart 1963, februari. Weer heel een doos van boten, behangen met zwarte doeken, met zilveren draad in een roep. Hier liep beneden, gelijk vloos. En binnenin, in die eerste beste plunt, waar je doodkomt, weer een rouwkapel. Alles weer behangen met zwarte doeken. Aan de rooster weer een zwarte doeken rondgedaan. En dan weer dan een kroos gezet en wat weet ik, en een bougie branden. En schragen. En dan weer de kist opgezet, gesloten. Tradities in sommige culturen de kist open, hè? Maar dat was gesloten, maar de katholieken was gesloten. En langs die kist stonden links en rechts mannelijke familie, één vrouw, hè? Mannelijke. De man of de laatste zantisten en zo wat en zo wat. Dan kwamen de mensen een kortje liggen. Goed lusteren, niet in kaart krijgen, niet in het spel, nee, een kortje liggen. En daar stond op, met innige deelnemen. En dat was, dat kreeg je terug, dat sociale aspect. Ga mocht met die beuvrouw of die beuma reuzen hebben. Ga ging een kortje liggen. En ook kon dat. Die vrouwen in die taartak van spreken, die gingen niet werken. Hè. Die waren kloos, want die hadden een kadet of wat weet ik, of bomma en bomma, dat soort. Die waren kloos. Of mannen namen congé als een goede vriend was. En men ging naar die dienst, een kortje liggen, mijn tekst kunnen terugmaken maken. En ging men allemaal mee naar de kerk. Die pastoor kwam mee met krozen en kreurtjes bouw. En men ging naar de kerk, iedereen ging mee. Maar in die taak nog, maar ik weet niet meer hoe ze de mannen links en vrouwen brachten, hoe ik hier te laten nemen. Men zat gesplitst, ik weet het niet meer. Ik was als kind en als kind mocht het bij de vrouwen zitten. En dan had je dus eigenlijk een dienst. Maar die af van dat pastoor in zijn homilie, dat er met klank of kut heeft. Wat hij had. En dan had het eigenlijk, ik vond dat indrukwekkend dan ook. Dat is die muziek, als je een koor hebt of een organist die kan muziek spelen of kan zingen. Dat ze in Paradiso spelen. Ik vind dat nog altijd graag, als ik dat doe, krijg ik dan nog ruringen van. En dus in Paradiso, het einde van je leven. En dan gaat je naar het kerkhof. En dan was er, dat vond ik wel afschuwelijk, dat verschil in de kerk tussen welstellende, tussen rijke en arme mensen. We staan daar nog, hè. Een arme mens, die krijgt misken. Van de armen. De machteloos morgen in de rapte. En alle huurken was dat gedaan, hè. Hup, gedaan. Had de cent, hè, dan kon je een mis doen om 10 euro. En dan een schoon mis. Pas op, dat bestond al die vreugde leven ook, hè. Ik heb wat geschiedenis gestudeerd. Ze vonden dat in de 15e, 16e, 17e, verschillende diensten. En aan de welzenden, en je komt dan uit de rollen, dan nam de mis van 11 uur met trouw hier. Trouw pastoors, ze gingen niet rondwerpen, geen trouw pastoors. Trouw pastoors per parochie. In Anderlecht hadden ze trouw pastoors, de pastoren 200 pastoors. In de kathedraal hadden ze nog ruwe 50 kanunniken. Dus met trouw hier aan het hoofdaltaar, want in de kathedraal, dat was misgeten aan het zaaialtaar. Niet aan het hoofdaltaar, dus dat was zo onderscheid in het aanschijn van de dood, afschuwelijk, dat niet iedereen gelijk was. En dan gingen we naar kerkhof,
In het kerkhof, daar ging men. Men ging van het Starrevoort naar de kerk te voet. Maar van de kerk naar het kerkhof ging men mee in de koetsen. Ik heb nog met een onkel Jacques in 7 of 48 waren er nog koetsen van Van den Branden. Dat steekt wel. Huurhoudjaar van den Branden. Of later taxi, hè, dat kerkhof. Maar de vrouwen gingen niet mee. De vrouwen gingen niet mee. Want die moesten naar Roos. Maar ik zal ze even zeggen, nog wat verder naar op te gaan. Maar dan hadden er toch een paar en in de hoek meegemokt, zo direct een kanaal, de stap zou geven. En op een zaterdag naar middag roeren, dat was voor hem in de vakgroep. Dat was een brave, een liberaal, een vrouwzinnige die begraven werd. Die werd apart begraven, burgerlijk. Dat mocht niet morgen, dat mocht een hoop zien. En dat was wel een, ik weet niet wie dat was, de fanfare van de liberalen uit Harmonie. En wat speelde die? Dat was een dat geïnspireerd was, een fragment uit Pianosonate nummer 2 van Chopin. Iedereen kent dat. Ja, zaam, jaroos, in commissies in de video. Mensen overlopen, ja. En dan waren die trummers, zwarte doeken over, dat die dofkroenke, dat was van een blauwe, een vrouw denk ik eenvoudig. Maar ik zei daar even, de vrouwen gingen niet mee naar het kerkhof, alleen de mannen. Het kerkhof was het simpele pastoerspark, nog een beetje. De kist weer in aanwezigheid van de mensen in het graf gelaten. Dat waren niet, ik ben recent op het kerkhof geweest. Die kist zitten ze dan en je gaat naar Rozen, die wordt later al die alleen maar in de grond steken. Toen stond je daar rond. Je stond daar rond. Je zag je moeder of je vader werkelijk begraven worden. En naar gelang, of wel goed in een bloemetje in, maar dat doet plutselen dat we nu eens. Wat aardig, letterlijk, dat het niet in de armen staat. Wat daar de grond jaren weer in de kist groeide. En dan ging je terug naar Roos. Allemaal zaken die veranderd zijn. Maar er is één. Er is één niet veranderd. Er is alle jaren. En ook in andere niet veranderd. Dat de begrafenis maaltijd. Die is er nog altijd. Met muziek, zonder muziek, dat is er nog altijd. En dat is ook er juist. Eén bij ons, één bij ons, in het Mechelsen, en misschien ook nog één onmiddellijk omgeving, is de begrafenismaaltijd droge voeding, laat ik ze dan ook maar niet. Droge voeding, kasseven, droge voeding, pistolees, met eerst een kaas, zo'n zitten, preparé, en dan kaffekoeken. De kaffen of thee, en als wij wonden, dan komen we af. Achteraf een druppeltje, met de mannen een whisky of een cognacje, en met de vrouwen van een vreugde boeren, jongens. Nou, en niet, zeiden niet, of een elixirke. Elixir van vers. Dus alles veranderd, maar dat is toch gebleven. En curieus genoeg, ik heb in Duitsland de verschillende begrafenissen meegemaakt van familie van mijn vrouw. In de Pfalz, 500 kilometer van heen, wel katholieke begrafenis. Dat is krak zelfs, na de begrafenis, droge voeding en dan taart. Hele boeken daar was taart. Dus je ziet, en dan komt er tot slot nog een periode die wij niet meer kennen. Hè. Dat is rouwderhalen. Rouwderhalen, wie erachter nog vrouw, ik ken niemand meer. En vader gestorven is een draaie zuster en rouw in een rouw. En die draaie 80 hebben we in een rouw gedraaid. En vroeger was dat een en ander. Tot in de 50er jaren van vorige eeuw, bij de Mechelse burgerij, niet bij het Kloetjesvolk, was het tot 1935 zeker dat er een vrouw uit de burgerij, met een overleden echtgenoot,
1 jaar in 6 weken groot en rouwdoek. Compleet in zwart met een nood met je voetje. Ik heb drie kinderboertje, een vervolgens 9 maanden gewone rouw. Een nood zonder voetje. Maar ook niet droge en ook zwart, dat schoon, hè? En als dat verbouwd was, nog dromen alles een rouw. Dan moesten ze het gras aanbrengen. Of in totaal 2 jaar in 6 weken raam. En ik heb Carleen gekend, nou, maar dan moet die stieren. Die verhouden haar vader, haar moeder, schoenen, ja, jaren in de raam. Wat dan even. Nou, als je nog een met dat in Roos, ik heb nog geweten in een band of een ruitvormig een of een kanaal. En maar, allee, ja, er blijft niet veel meer van over. En dan vergat men de doden niet. En ik heb dat lot van mijn moeder nog geweten. Dat was zo'n klaar kadertje met paspotje van mijn grootmoeder en een kliesje naar. En wel mensen hadden het misschien nog een broloksje met ook wat aardig. En ofwel de schaar, dus de posteur van het Hollegat of zo heet. En men bleef zich de mensen herinneren, maar ook dat is verbaasd. En ik herhaal, één ding is gebleven en dan moet een tafel bij alles willen. Ja, mensen, als je al op dat foto van is, dat deze beeld visie van daar begint. Ik ben er zeker van. Dankjewel, dan wees je even een verder zo. En dat is ook graag. Dat is mijn kerkje.